zullen wel snel zijn, die vlinders, want ze zijn natuurlijk allemaal lekker opgewarmd. Daar zijn de eerste. Even kijken. Ja, als je even daar blijft, dan... Dat is een hele mooie. Ga ik hem proberen... Ja, dit is nog een hele mooie. Daar zit hij. Ja. Kijk eens. En dan komen daar nog twee. Gaan we eens allemaal? Stijn filmt het mannetje van het karisblauwtje. Nou, Stijn filmde. Hij is nu even... Ik loop een klein stukje naar voren. Vlinders hebben ook een territorium, hè? Zit gewoon ergens dan, en als er dan een indringer komt, en met name het hooibeestje is erg fanatiek wat dat betreft, die jaagt alles weg. Ik heb een kleine vuurvlinder. Oké. Okay. Oh ja, ik zie hem zitten. Ja, kijk hoor. Ga ik hem zien zo, wat een mooitje zeg. Ik kom even jouw kant op. Ja, zo'n mooi vlindertje. Een vlinder echt ook van dit soort gebieden. Is dat nou ook echt, warmte verzamelen dat hij zijn vleugels gewoon zo uitspreidt? Dat zijn zonnepanelen? Ja, inderdaad. Zo kun je het vergelijken. Mooitje hoor. Dat is de Sint-Jacobsvlinder. Kijk eens. En dit is toch wel een hele bijzondere vlinder, hoor. Hij zet zijn eitjes af op het Jacobskruid. Dat is giftig. De rupsen die daar uitkomen zijn geel-zwart gestreept. Nou, dat is in de natuur altijd al een kleur voor vogels en libelles en zo. Die vlinders eten van pas op, ik ben niet eetbaar. En zo overleeft hij het. Wat zou je kunnen doen nu? Mogelijk een afzetten van een eitje. Dat doen ze namelijk aan grassprietjes. Ja, ik heb het idee hoor, want hij zoekt nou een grassprietje op. Ja, warempel. Dit zijn de eitjes van de Sint-Jacobsvlinder. En daar... Die hele kleine gele bolletjes, hè? Die hele kleine gele bolletjes, ja. Dat zijn de eitjes. Boukje telt elke vlinder in de duinen. Ze zijn hier aan het paren. Mooi gezicht. Volgens mij Icarusblauwtje. Het is wel mooi. Ja, parende Icarusblauwtjes. Ja, dat is echt prachtig. Wow, wat een bonus. Zie je nu welk het mannetje en welk het vrouwtje? Ja, rechter is het mannetje en linker is het vrouwtje. Vrouwtje is iets kleiner en heeft een wat falere onderkant. En dan, als het eenmaal gedaan is, zeg maar dit, gaat dan het vrouwtje direct op zoek naar een waardplant? Of? Dan zoekt ze inderdaad de waardplant op. Waardplant is zuiver en alleen de plant waar ze hun eitjes op leggen. Want de nectar halen ze overal vandaan. Er gebeurt wat. Kijk. Elke paring is meegenomen, want het gaat niet zo goed met de vlinders in de Noordduinen. Die droge zomers voor een paar jaar terug... Die hebben natuurlijk ook heel veel slecht gedaan. Geen plantengroei, geen nectar. Dus ja, dan houdt het op. Als ik dan die parende Icarusblauwtjes zie, dan word ik helemaal blij. Dan denk ik, komt toch wel weer goed.